What's up, guys and girls? Speak up hier en welkom bij part 39 van de Microphone Let's Play, als ik het goed heb. Dus ja, ik was in mijn vorige part dood gegaan en ik heb nu een andere texture pack, zoals je kan zien. Deze texture pack is wat, ja, verschilt wat meer van de Minecraft default texture pack. De texture pack die ik nu gebruik is Deathscape en dan heb ik de 32 versie. En ik neem nog steeds op met Action in plaats van Fraps. En ik heb 6 diamonds bij me en 3 iron ingots. En je vraagt je misschien af waarom? Nou ja, alhoewel, je kan het wel raden. Ik moet dus, laat ik even mijn geluid iets omlaag zetten. Dat is beter. Van die, met die diamonds en die ingots ga ik dus, holy shit, die queen, die wordt helemaal gek, die wordt helemaal wild van deze weed. Ja, met die diamonds en die iron ingots ga ik dus armor en tools maken. Diamond tools. Behalve de axe, die maak ik niet diamond, want dat is gewoon zonde. En ik heb eten nodig en daarom heb ik dit wheat geharvest of geoogst. Whatever, close enough. Wacht, nee, dit ga ik anders doen. Hoppa, mooi. En ja, verder is er niet heel veel gebeurd met mij. Ik heb gewoon heel erg hard gewerkt deze week voor school. Allemaal praktische opdrachten, oftewel werkstukken en verslagen en toetsen en van alles wat. Volgende week is niet heel anders, dus iets beter. Ik heb weer toetsen en zo, maar goed, het einde komt eindelijk in zicht. Ik kan jullie vast vertellen dat ik van, even kijken, niet volgende week, maar daarna, de 27 juni, kan ik geen video's maken tot en met 2 juli. Dus van 27 juni tot en met 2 juli, geen video's. Omdat ik dan mijn laatste toetsweek zit. En dan is het gewoon leren. Dus dan is de eerste video dan weer op vrijdag 5 juli. Maar goed, dat zal ik nog wel een paar keer herhalen in mijn volgende video's, want het is nog niet zover. Het duurt nog even. Maar ik denk, zeg het vast even voor degene die... ik waarschuw jullie gewoon op tijd, dat jullie je geen zorgen hoeven te maken of zo. Oh ja, ik heb natuurlijk ook onwijs veel steak en baked potatoes. Dus met eten komt het goed. Seeds, meer dan genoeg. Voor de rest heb ik sticks nodig. Die ik wel kan maken. Mooi zo. En ik heb iron nodig voor de... voor de armor. Oh ja, dat is fucking minecart. Never mind. Wat is dit ook weer? Oh ja, dit is legs. Dit is boots. En... tunk. Ja. Helm. En een chest. Gaat het me lukken? Yep, nice. En heb ik nog genoeg over voor een axe? Oh shit, oh fuck! Oh! Maak ik een pickaxe, natuurlijk. Oké, jammer dan. Ah, bollocks. Oké. Wacht. Zo. Diamond pickaxe. Diamond shovel. Spade even. Close enough. Oh ja, zwaard, dat is het. Ik wou net zeggen. Ah, shit. Oké. Oké, even kijken. Die andere pickaxe met die beautiful enchantments ben ik dus kwijtgeraakt. In de fucking nether. Een axe. Ja, ik heb het niet heel hard nodig, maar ik kan eventueel een axe maken van gold. En voor de rest weet ik niet wat ik zal gaan doen. Ik heb echt geen idee.
Kijken, torches maken. Dat is een beetje saai dit, maar het moet ook gebeuren. Mijn inventory een beetje op orde maken. In orde maken, whatever. Zo, ik zal nog wat extra kool meenemen voor het geval dat. Oké. Lijkt alsof we klaar zijn. Shit, mijn bow heeft ook geen infinity. Ik heb überhaupt geen boog. En ik heb überhaupt geen levels om mee te enchanten. Jongens, wat zal ik doen? Wat moet ik doen? Koeien slachten? Nou, is niet nodig. Ja, ik weet niet. Gewoon een paar monsters killen misschien voor levels. Oh, schijt. Oh, schijt. Oh, schijt. Wat heeft die monster? Wat heeft die fucking zombie camo? Fucking camo clothing. Stop. Nee, stop alsjeblieft. Ah, ik heb hier en daar wat frame drop. Frame FPS drop. Zoals daar. Ik weet niet goed waarom, maar ja, de computer zal ook wel moe zijn. Dus, monsters vechten is het ook niet helemaal. Aangezien ik een beetje frames per second drop heb. Ja, wat kunnen we dan wel doen? Ik zou het niet weten. Oh, dat ziet er best wel leuk uit op deze texture pack. Het lijkt een beetje, smooth stone lijkt een beetje op ijs of zo, of sneeuw. Dat is een beetje raar, maar whatever. Ah, prachtige dag. In the world of the Minecraft. Ah, YOLO, weet ik veel. Gaan we naar de Nether? Moet toch iets te doen hebben? Toch? Ik kan ook wel even de Minecraft Wiki gaan afzoeken op iets naar dat ik kan doen ofzo. Ik heb niet echt zin om een monster trap te bouwen, omdat ik niet echt goede ervaringen mee heb. Meestal besteed ik er heel veel tijd aan. Echt uren ofzo, en dan werken ze gewoon niet, weet je. Komen er drie monsters per uur ofzo. Dat vind ik niet waard. En ik weet niet of ik ooit langs een spawner ben gekomen. Waarschijnlijk wel in het desert een keer. Ik weet niet. Ik heb geen race minimap. Dus Minecraft Wiki. Is er iets dat ik wil maken? Even kijken. Items of zo. Deze kan ik. Staat dat hier ergens? Fucking. Waar vind ik dit? Oké, dus we zitten nu op de Minecraft Wiki. Even kijken of ik ook ergens kan vinden. Staan hier ergens items of zo? Waar staan de items? Waarom kan ik geen items vinden? Minecraft. Useful pages. Items. Hey. Ding ding ding. We've got a winner. Of niet? Blocks? Nah. Mycelium, ladders, nee, flowerpot, nee, redstone wire, nee. Ik heb niks met redstone gedaan, maar ik weet ook niet zoveel met redstone te doen. Ik vind er altijd een shit ton van, maar ik doe er nooit echt iets mee. Oh, Minecraft, doe je man. Fuck's sake. Ik weet het goed gemaakt, we gaan morgen lekker beginnen met een adventure map, denk ik. Even een beetje actie in de tent. Of dat is niet zo'n uitdrukking, maar goed. Whatever. Moet toch iets te vinden zijn dat we hebben. Fucking crafting. Zijn er leuke dingen die je kan craften? Fuck sick. Basic recipes. Load. Oké. Manufactured recipes. Oké. Oh, dit is dus het quartz. Oké. Ja, duidelijk. Decorative block. Oké. Is niet echt een nut. Oh, dit wil ik wel. Beacon wil ik. Nether star, glass obsidian. Hoe kom ik ook weer een nether star? Waar staat het?
Waar de fuck staat hoe ik eraan kom? Oh, is an item dropped from the wither. That is currently used only in crafting beacons. It has the same animated glow that enchanted items and potions use. It's a drop from the wither. Hoe kom ik in godsnaam bij de wither? Ik heb nog nooit tegen die... tegen dat driekoppige beest gevochten ofzo. Ik weet niet wat het is. Volgens mij is het die soort van... schaduwachtig beest met drie koppen. Ik weet niet zeker. Holy shit, wat is dit? Nee, dank u, curse. Niet nu. Goed, is er verder nog iets wat ik wil? Crafting. Manufactured. Anvil check. En de chest. Nog niet echt nodig. Kan überhaupt. Kan op zich wel. Ik kan iets met die quartz gaan doen. Maar ik weet niet precies wat. Transportation. Oké, dat valt tegen. Tool. Fire charge. Die maak ik echt nooit. Die heb ik nog nooit gemaakt. Can be shot out of dispensers. Oh, juist. Oké. Nee, natuurlijk gebruik ik die niet. Die gebruikt er in godsnaam dispensers. Ja, kan op zich wel, maar... Mechanism. Wat is dit? Tripwire hook. Oh ja, daar kun je van die traps mee maken. Oké, logisch. Food receipts. Food recipes zelfs, sorry. Golden apple. Oh, echt, maak je dat met blocks of gold? Serieus, waarom, als je het met golden nuggets kan doen, waarom zou je het dan in godsnaam met blocks of gold doen? 9 golden nuggets maakt volgens mij 1 golden ingot. En 9 golden ingots maakt 1 block of gold. Als ze hetzelfde effect hebben, waarom zou je het dan in godsnaam... Oh, wacht. Oh. Fire resistance, oké. Inderdaad, deze geeft dus iets meer... Dit is een enchanted golden apple. Oké, close. Ja, alright. Fair enough. Seems legit. Deze hiervan krijg je dus iets meer. Melon. What the fuck is dit? Pumpkin pie? Is dat mogelijk? Eggs, sugar en pumpkin. Ik heb eggs en sugar. Sugar, nou ja, sugar weet ik niet, maar daar kan ik aan komen. Want ik heb een sugar cane plantage. Eggs heb ik er zat van. Pumpkin weet ik niet zeker. A golden carrot. Oké. Miscellaneous recipes. Ja. Een bed. Ja. Een boek waarin ik kan schrijven. Oké, dat is wel cool. Nooit gedaan. Dye recipes. Oké, dat boeit me niet. Wool recipes. Dat is gewoon precies hetzelfde. Brewing recipes. Oké. Goed. Wat zijn we hiervan wijzer geworden? ja, jongens. Klas, wat zijn we hiervan wijzer geworden? Niks. Ja, ik weet niet. Ik weet nog niet wat ik moet doen. Waarschijnlijk zal ik. Ik denk dat gewoon. Weet ik veel. Zal ik pumpkin pie maken? Waarom? Er is geen punt. Ja, jongens, wat is er nog te doen? In de Nether gaan we dood. Oké, goed. Nou, we zijn weer terug in Minecraft. Er is niet heel veel tijd meer over om nog iets te doen. Maar. Het lijkt erop dat we gewoon weer terug naar de Nether moeten gaan en daar moeten rondkloten, want we hebben zo'n beetje alles gedaan hier, denk ik, in de gewone wereld. Je kan natuurlijk meer diamonds gaan farmen ofzo, maar dat is ook niet echt bepaald entertaining. En we hebben ze ook niet... Ja, we hebben ze wel nodig eigenlijk, voor armor. Maar goed. Als jullie nog suggesties hebben voor iets dat ik moet doen in deze wereld... Zeg het dan even. Ik denk dat ik morgen ga beginnen met een adventure map. Ik weet niet welke. Als jullie suggesties hebben voor een adventure map, post dat dan ook eventjes in de comments. En dan kan ik even kijken naar de adventure maps. En als er één leuk is, dan kies ik die en gaan we die lekker spelen met z'n allen. En komt er gewoon een gloednieuwe prachtige serie aan. Deze serie stopt niet. Dat niet. Maar er moet natuurlijk wel iets te doen zijn. Ik bedoel, als ik alleen maar rondloop en praat, dan kan ik natuurlijk niet eeuwig video's maken blijven van deze... Eeuwig video's maken blijven. Heel erg video's blijven maken van deze serie. Maar goed, voorlopig gaat deze serie gewoon door. We beginnen morgen waarschijnlijk met een nieuwe serie. Nieuwe adventure map voor Minecraft. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze aflevering. De kwaliteit trouwens bij het opnemen van
Het beeldscherm net, Minecraft Wiki, stond iets te laag. De kwaliteit kon omhoog, maar dat ben ik vergeten. Dus dat ligt niet aan het programma waarin ik opneem of zo. Het kon haarscherp. Ik ben het alleen vergeten. Maar goed, het is wel te zien, het is wel te doen. Jullie kunnen het wel een beetje volgen wat ik aan het doen ben op de site. Dus bedankt voor het kijken naar part 39 van de Minecraft Let's Play, waar we ook gewoon een beetje op de wiki rond zitten te snuffelen. Oh god, dat klinkt gay. Ja, bedankt voor het kijken naar part 39 van de Minecraft Let's Play. Als je het leuk vond, doe even een groen duimpje. Als je het niet leuk vond, mag je een rood duimpje doen. Nou, het is aan jou over. Abonneer op dit kanaal om mij te supporten. Volg mij op Twitter, @officialprkbob. En ik wil de top van de mountain bereiken, de top van de berg, voordat ik de video beëindig. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dat is morgen met de nieuwe Let's Play. Bye!